Ik heb geen tijd voor je, Ellen. Ik wil het met je uitpraten. Het is mij gisteren heel duidelijk geworden hoe het zit. Je hebt het niet goed begrepen en ik wil heel graag uitleggen. Ik heb het niet goed begrepen. Dus jij zat niet met de OR aan tafel over mij te konkelen. Dat was heel iemand anders. Het spijt me heel erg dat het zo gelopen is. Het zal best. En ik wil mezelf absoluut niet vrijpleiten, maar ik wil wel dat je weet dat het niet mijn idee was om een vergadering te houden. Waarom heb je dan allemaal meegedaan? Ik had geen keus. Oh nee? Ze zouden die vergadering sowieso houden. En ik heb tegen Bram gezegd dat ik het er niet mee eens was. Dat ik vond dat hij eerst jou op de hoogte moest stellen. Integer van je. Luister nou even. De OR wil die vergadering zonder jou houden omdat de klacht tegen jou was. Ja. Dan nog had ik ingelicht moeten worden. Daar heb je helemaal gelijk in. De enige reden dat ik erbij ben gaan zitten was om jou te verdedigen. En dat heb je ook gedaan? Ja, natuurlijk. Waarom heb je dat dan niet van tevoren gezegd in plaats van mij af te schepen met zo'n lullige smoes? Is ook heel erg stom van me. Sorry. Oké. Okay. Wat vond Arthur ervan? Die is niet van plan het advies van de OR ter harte te nemen. Dus het blijft zoals het is. Behalve dus dat hier de hel los gaat barsten als het personeel zijn zin krijgt. Wie hebben er allemaal geklaagd? Dat zeg ik niet. En ik heb je niet verdedigd omdat wij bevriend zijn. Ik had het bij iedereen gedaan. Dat snap ik. Jij moet boven de partijen staan. Als Arthur zijn besluit heeft genomen, dan gaan we met z'n allen om de tafel zitten. Want dan moet hij natuurlijk wel normaal gewerkt worden. Ja. Sterkte. Ellen. Dank je wel. Nou, Claire is er helemaal stuk van, dus als je nog eens zo'n idee hebt. Wat is er? Niks. Je hebt gehuild.